welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle Bennink en ik ben een onafhankelijk stampin'up demonstratrice uit Drijschoor, Schouwenduifland. En in deze video ga ik aan de slag met het thema iets ouds en iets nieuws voor de Feel Good Stampin' Video Hop. Het is een video hop, dus dat betekent dat je op het linkje in de description box kunt klikken om door te gaan naar de volgende video. En alle design teamleden die hoppen dus met dat thema iets ouds en iets nieuws. Het oude wat ik ga gebruiken, dat is het Countryside in Designer Series papier. Wat in de vorige jaarcatalogus stond, of eigenlijk de huidige. Maar vanaf mei gaat die ook door naar de jaarcatalogus van 24-25. Het gebeurt bijna nooit dat Designer Series papier doorgaat. Maar dit prachtige papier gaat door. Evenals de Everyday Detail Dies. En die staan in de huidige mini-catalogus. En die gaan ook door. Die ga ik ook gebruiken. Maar wat ga ik dan nieuw gebruiken? Ik ga nieuw gebruiken deze Country Flowers stempelset met de bijpassende dies. En ik vind dit een hartstikke leuk set. We konden hem bestellen in de pre-order. En dat heb ik gedaan. En daarom ga ik met deze nieuwe set aan de slag. Goed, we gaan een soort van makkelijke funfold maken. En wat heb je daarvoor nodig? Een basiskaartje van Knight of Navy cardstock. Die is 10,5 keer 14,5 centimeter. Dan heb je nodig een kaartfront van ook Knight of Navy cardstock. En die is 7,5 centimeter keer 14,5 centimeter. Dan heb je nodig een strook van het Knight of Navy cardstock. En dat is 2,5 centimeter keer ongeveer 10 centimeter. Of ja, nu nog 14,5, maar dat gaan we nog even snijden. En rillen. En dit kan dus allemaal uit 1 half stuk cardstock. Dus je kan deze kaart gewoon uit een half stuk A4 maken. Dan heb je nodig een stuk designpapier, dat Countryside in designpapier, van 10 keer 14 centimeter. En een stuk van 7 keer 14 centimeter. Dan heb ik een restje basic white waar ik op ga stempelen. En ik heb twee keer de grootste rechthoek van de Everyday Details uitgestanst uit basic white cardstock. En ook nog het kleinste rechthoekstansje van de Everyday Details dies. Ook uit basic white. Goed, we gaan beginnen met een klein stukje snijden en een klein stukje rillen. Ik pak dit strookje en dat ga ik afsnijden op ongeveer 10, of nou ja, ongeveer op 10 centimeter. En ik ga hem rillen op 3 centimeter. En dat wordt zeg maar ons flapje wat de voorkant van de kaart vast gaat houden. En dat gaan we ook meteen vastplakken voordat we gaan stempelen en kleuren enzovoort. Dus ik pak mijn basiskaart erbij, het Designer Series papier. En dat ga ik vastplakken met Multipurpose Liquid Glue. En ik doe er wat meer lijm op dan normaal. Voor ik dat ga vastplakken, wil ik ook dit flapje vastplakken. En op het kleine gedeelte doe ik alvast wat lijm. En dan pak ik hier die basiskaart. En dan plak ik in het midden ongeveer dat flapje vast. Dus ongeveer in het midden. Je kan het natuurlijk precies uitmeten. Maar als jullie mij wel vaker volgen met de video's, dan zie je dat ik dat eigenlijk bijna nooit doe. Ik doe het altijd een beetje op het oog. En vervolgens plak ik daar mijn Designer Series papier overheen. En dan heb ik een mooi randje. Maar ik heb ook dat plakrandje weggewerkt van die strook cardstock. Die vouwen we dan vervolgens dicht. Ik ga eerst weer eventjes mijn designpapier op mijn flap plakken.
Zo. Ik heb gekozen voor precies hetzelfde papier. Dus een beetje het ton sur ton idee. Dat idee krijg je dan dus. En dan ga ik hier op dit gedeelte lijm plakken. Of lijm doen. En dan plak ik dat voorste gedeelte in het midden van het midden. Op die flap. Zo. Huppakee. En dat is de basis van onze kaart. Je kan natuurlijk hier ook nog zo'n stuk designer series papier opplakken. Ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Deze leg ik even aan de kant. En dan gaan we stempelen. Eén rechthoekje laten we leeg. En eentje die gaan we wel een beetje versieren. En we gaan hier ook nog stempelen. Nou, bedenk ik me net. Even kijken. Even een stuk extra grippapier. Zodat de onderste mooi schoon blijft. En ik ga stempelen een tekst. En ik ga een bloemenstruik stempelen. En ik ga een melkkan-achtig iets stempelen. En die melkkan, die stempel ik met Night of Navy inkt. Evenals de bloemen. En die bloemen, die ga ik ook nog op een van de rechthoeken stempelen. En ik heb hier de tekst Sending Love. En die ga ik stempelen op het gestanste labeltje. Even kijken. Kijk, Sending Love. Zo. Dan leg ik het tekstlabel even aan de kant. En ik ga kleuren. En dat kleuren, dat doe ik met Stampin' Blends. En ik heb verschillende kleuren gepakt. Daffodil Delight, Real Red, Flirty Flamingo, Balmy Blue, Night of Navy, Smoky Slate, Granny Apple Green en Old Olive. En ik ga dus die bloemen en de melkkan inkleuren. En dat doe ik even versneld. Wanneer ik klaar ben met kleuren, ga ik ook de melkkan, melkbus, ik weet niet precies hoe je het wil noemen, en de bloemetjes uitstansen. En dat doe ik dus ook allemaal even versneld. En dan ben ik daarna weer bij je terug. Zo, goed. We gaan beginnen met het plakken van het voorste label. En dat plak ik hier in het midden van het midden. En ik plak het binnenste label, waar ik een bloemetje op heb gestempeld en ingekleurd. Ook op het midden van het midden. En ik check meteen even, valt die ook inderdaad weg? Ja,
Hier kan ik mijn boodschap opschrijven. Eventueel kan je op de achterkant, als je een grote boodschap hebt om te schrijven, nog een wit basic white mat erop plakken, zodat je meer kan schrijven. Maar deze doen we zo. En vervolgens ga ik even kijken. Ik denk, nou, misschien wil ik eigenlijk wel deze helemaal niet als labeltje gebruiken. Maar gewoon hieronder stempelen. Ja, dat ga ik doen. Nou, ik heb hem al opgeplakt, dus laten we hopen dat hij recht is. Ja, zo gaan we hem doen. Zo. En dan heb ik dit label in mijn restjesbakje om op een later moment te gebruiken. Dan gebruik ik Dimensionals. En ik moet een heel vers velletje pakken. Zo. Om onze waterkan, melkkan, hoe je het ook wil noemen, op te plakken. Zo. En vervolgens ga ik ook mijn bloemen met Dimensionals opplakken. Zo. En hoe wil ik hem? Ik denk, wil ik hem zo of ik denk zo. Huppakee. En dan heb ik hier, en deze gaan helaas met pensioen, de Adhesive Backed Solid Gems. En daar heb ik nog wat van die leuke blauwe, Boho Blue is dit volgens mij. En daar ga ik nog een aantal van die kleine gems toevoegen. Gewoon om het geheel af te maken. Dus deze is oud. Die komen helaas niet meer terug. Maar ze maken nog wel even een heel leuk effect. Beetje bling bling op deze makkelijke Funfold. Met iets ouds en iets nieuws. Ik hoop dat je het een leuk project vindt. Heel makkelijk na te maken. Met natuurlijk allerlei verschillende soorten papier en of stempelsets. Heel veel plezier met creatief aan de slag gaan. En vergeet niet op de link te klikken om door te hoppen naar de andere video's. Mocht je vragen hebben, mag je me altijd een mailtje sturen op danielle@mrsbrightside.nl. En je kan natuurlijk een kijkje nemen op mijn blog www.mrsbrightside.nl. Dankjewel voor het kijken. Dag, dag.